welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken vandaag. Nou, we hebben heerlijk geslapen. Ik heb alleen wat kort geslapen, maar goed, de man is uit. Ik ben heel veel met de vlog gisteren bezig geweest, maar ja, hij staat er gelukkig op. En ja goed, zoals je ziet sta ik in de keuken. Gaan we lekker afbakbroodjes gaan we afbakken. En de tafel is gedekt, dus we gaan daar lekker ontbijten, een beetje ontbijten brunch eigenlijk, ontbijten lunch eigenlijk, ertussenin. Dus ja goed, ik neem jullie vandaag gezellig mee en geniet ervan en dan komt alles dik in orde. Dus, heel veel kijkplezier en druk even die abonneerbutton, like deze video en druk op het belletje. Blijf van alles op de hoogte als we online zijn. En mocht je die vlog van gisteren gemist hebben, kijk die even terug van Toverland, want het was een hele leuke, gezellige dag geweest. Dus ja, ik heb gisteren, even terug te komen op gisteren, ik heb gisteren proberen te filmen, want ik had gisteren de, zeg maar, dit dingetje, dat lag thuis. Lekker slim, hè? Maar ja, ondanks dat heb ik toch wat proberen wat beelden te maken waar het kon. En ja goed, hopelijk hebben jullie daarvan genoten. En dat is wat ik zei, als je gemist hebt, kijk even terug. Want het was iets langer dan 3 kwartier. Maar ja goed, dat kan altijd gebeuren. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus ja goed, ik heb redelijk geslapen. En ja goed, dan komt alles weer dik in orde. Want ik heb gisteravond nog een film gekeken op Netflix. Bad Boy, nee, Beverly Hills geloof ik. Dat was heel erg leuk. Leuke film, de laatste nieuwe. Dus mocht je die willen zien en je hebt Netflix, dan is dat wel weer prima in orde. Dus nou, ik haal de broodjes even eruit. Dus, ja goed. Nou, dan gaan die erin. En iemand gaf mij laatst een keer een tip. Als het afgebakken is, dan is hij op temperatuur een beetje. Dus, daar doe ik hem nou ook niet. Even kijken. En een kleine. Ja, dus. Nou, zet er 8 minuutjes. En dan is dit in ieder geval klaar. En dan kan de rest afgebakken worden. En kijk eens wat een heerlijk weer. Want ze zou van de week boven de 30 graden krijgen. En een paar dagen. En dan komt alles weer dik in orde. Dus ik wacht even dat die broodjes klaar zijn. En dan ja, kunnen we heerlijk eten. Maar dat is wel het teken dat we dan de lunch bij deze reis overslaan. Dus we gaan lekker smikkelen smullen van de heerlijke ontbijt lunch, zullen we maar zeggen. Maar ja goed, dat mag ook wel, hè, op deze dag tot we wat later zijn. Maar dat maakt ook voor de rest niet zoveel uit. Dus ja goed, dat gaan we doen. En dan kom ik daarna bij jullie terug. Zo, de oven is net klaar. Dat is iets minder warm. Nou, dan gaan we dat heerlijk lekker op tafel zetten. Yes, 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 yes. Nou, komen jullie eten? Nou, wij gaan lekker eten, lekker smikken en smullen. En dan ja, ga ik een keer hier zitten. Dus, we gaan eten. Zo, wij zijn klaar met eten, dus ik ga de boel ga ik opruimen. De jongens waren achter met zwemmen bezig, niet maar. Dus die zijn het zwembad schoon aan het maken. Ja goed, heeft een paar dagen. Heeft wel aangestaan, maar niet gezwommen. Maar ja goed, het was ook wat koeler. Dus, maar nu komen de temperatuur weer eraan, waardoor we weer gebruik van kunnen maken. Dus ja goed, dat is dat. Dat gaan we eerst even doen, inruimen en dat soort dingen allemaal. En daarna gaan we weer andere dingen doen en dan veel kijkplezier. Zo, ik ben weer even verder, alles hebben we opgeruimd. De jongens zijn heerlijk in het zwembad, kijk. Wacht niet, je was te ver.
dat zit lekker buiten in het zonnetje. Als je tuint, dan mag je wel dichtbij komen. En er zit een beest op het zeer. Ja, ik dat! Ja, hey joh! Hou op! Niet naar mij! Ja goed, die jongens zijn lekker bezig. En ik ga even naar boven. Ja goed, gisteren zijn we weg geweest, heb ik niks aan de was kunnen doen. Alle spullen van hem staan hier. Dus die hebben we ook alweer opgeruimd. Dus we zijn flink bezig geweest, ondanks dat we ja, dat allemaal hebben gedaan. Dus ik ga hier aan beginnen. Alleen afhalen en strijken komt dan wel weer. Dus, maar goed, ik ga er aan de slag, want ik heb ook een was gelijk even aangezet. Want ja goed, het gaat ook gewoon door en dat soort dingen allemaal. Dus, ja, dat gaan we doen en dan later. Oh, dan ben ik toch even een hele tijd ben ik verder. Ik heb de was heb ik weggestreken, opgeruimd. En wat heb ik nog gedaan? Tada, die was ook heerlijk opgehangen. Dan heb ik die donkerbonte was heb ik nog gewassen. En dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Dus dat is wel helemaal klaar. We zijn er helemaal klaar voor. En dan, ja goed, lekker genieten nog heerlijk. Het is zo prachtig weer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dat is wel hartstikke mooi. Ja. Nou, laat nog een fles. Die gelijk even opruimen. Hopla, kijk maar, statiegeld. Hop. Ja, mensen. Ja, mensen. Nou, ik moet sowieso even dat glaswerk nog even wegbrengen. En dat soort dingen allemaal. Dus dat ga ik nu even doen. Want nou is het nog goed weer. En dan kan ik daar even mee... Even een rondje rijden met de fiets. Yep. Ik heb het glaswerk gepakt, dus kijk eens. Ja, de jongens hebben lekker gezwommen. Hebben zich nog lekker gedoucht daarna. En dat soort dingen allemaal. Dan zitten ze lekker binnen een heerlijke film te kijken. Dus dat is ook vakantie, hè? Ja, 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 ja. Nou, op naar de glasbak. Tada. Hopla, zijn we dat ook weer kwijt. Goed, hè? Top. Op naar huis. Zo, ik heb even mijn bril afgedaan. En wat doe je als je thuis komt? Een lekker glasje water. Of een flesje water. Dus ja, goed. En dan ga ik even de reclame even pakken. Want ja, goed. Die willen we ook even lezen. En dan weten we in ieder geval wat er volgende week in de reclame is. Met dit soort dingen. Dus ja, kunnen we weer eens gaan kijken. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook krijgen, die folders. Dat is wel mooi, want dan kan je echt een beetje uitspitsen wat in de reclame is en wat niet, weet je wel, en dat soort dingen allemaal. Mocht je dan spulletjes nodig hebben, dan is dat wel hartstikke mooi, dus ja. Ik ga dat doen, dan ga ik even lekker zitten chillen. Yes, okidoki. Zo, we zijn weer even wat verder, dus ik heb de reclame en alles hebben we gelezen. Nou, het vriendje vandaan, die gaan we even naar huis brengen. En dan, ja goed, dan is hij ook weer thuis. Dus, en dan kunnen we ook weer andere dingetjes en dat soort dingen allemaal. En dan komt alles dik in orde. Dus, picobello. Zo, we zitten in de auto. Met het stelletje jeugd, hè. Ik ben niet stel. Geitje. Rij normaal. Moet je raam open. Nou, ik ga ze even naar huis brengen, want er was geen plaats, anders had Linda meegekund. Maar ja, daar wel mee. Gaat goed. Nee. Logisch. Maar ik kan niet rijden. Oh, hallo. Hallo. Nou, we gaan die kant op. Doei. Oh, we hebben het vriendje weer afgezet, dus de spullen heeft hij ook alweer. Nou, doei. En dan gaan wij er ook weer vandoor. Dus even nog kijken wat we gaan doen. Ja, morgen wordt het heel lekker weer. Morgen wordt het weer heet. En dan wordt het ook weer heet. Okay. Huh? Dus ja goed. Op naar huis. Doei. En we zijn weer thuis. Nou, dat hebben we ook alweer gehad. Dus die is ook alweer thuis gearriveerd. En dan ja goed, gaan we dadelijk nog wel leuk doen, denk ik. Dus, en anders dan zien jullie wel vanzelf nogmaals. En dan komt alles goed. Yes. Okidokie. En we zitten in de auto met z'n allen. Heerlijk. Ja, heerlijk. Het is wat warm in de auto, maar goed. Ja, ik ben oud. Het is lekker zomerse temperatuur.
Nou, wij gaan erop uit en dan nemen jullie gezellig mee. Doedeloe. Zo, we zijn op de plaats van bestemming zijn we aangekomen. Okay. Ik ben even naar Choicham. Ja goed, hij heeft toch wel wat spulletjes nodig voor school. En dan gaan we eens even hier kijken. Dus ja, welkom. Choicham. Ja. Yes. Dan gaan we naar binnen. Ja, ja. En daar even een karretje. En dan gaan we even kijken daar. Aan die kant. Dan gaan we mooi even uitzoeken. Dan kan alles een karretje, hè? Boodschappenkarretje. Maar dan voor je deze winkel. Dat is wel hartstikke mooi. En laten we straks thuis wel zien. Yes, peace. Nou, Daan heeft wat spulletjes. Dus net een beetje parfum bij mij erop gespoten. Ach ja. Ja goed. Dan gaan we even wandelen. We gaan richting kassa. Dat is Daan. Dus gaan we even afrekenen. Ik heb de rugtas van Daan. Oh, dat is lang geleden voor mij. Tada! Dat is heel lang geleden voor mij. Maar ja goed. Het is wel handig. Huh? En ook goed tegenwoordig. Ja. Dan is al bij de auto, dus wij gaan er ook in. Yep. Zo. Wij zitten lekker weer in de auto. Lekker warme auto. Dus wij gaan er vandoor. En dan nemen jullie nog mee. Veel kijkplezier nog. Yep. En waar zijn we nou? In het Corio-centrum. Ja. Hij had nog een dingetje voor school nodig. En dan gaan we even kijken, want dan moeten we even voor naar Mediamarkt. En dan ga ik even kijken. Nou, de roltrappen zijn nog steeds niet gemaakt. Dus we moeten nog steeds met de trappen. Dus helaas. Wel goed voor de gezondheid. Dat wel. Dat is het enigste voordeel, hè? Kijk, daar is een reisbureau, maar die is weg. Maar goed, dat heb je toch altijd. Dus ja, goed. Dan gaan we even Mediamarkt binnen. Even kijken. Kijk. Tada. Tada, tada, tada. Ik moet even zoeken waar het ligt. En zo lopen de Mediamarkt naar buiten. Dus ze hadden wel oortjes, maar ja goed, hij zoekt iets specifiek, maar ja, die hadden ze niet. Dan scheelt dat. Ja goed, dan moeten we even ergens anders gaan kijken. Dat gaan we ook doen. En zo zitten we in de auto. Yes. Even kijken en anders gaan we van de week nog wel een keer ergens anders. Toedeloe. En waar zijn we nou? We gaan hier even op bezoek. Even gezellig kletsen. Ja, even gezellig kletsen en dat soort dingen allemaal. Dus dat gaan we doen. Dan hebben ze ons ook al gezien. Yep, op naar binnen. We zijn bijna binnen. Ja, lekker binnen. En Linda komt eraan, ja. Nou, ik heb sleutel. Normaal is hier altijd plaats, alleen op deze dag niet. Ja goed, iedereen zet hem hier neer. Nou, blijf er hier. Sleutel heb. Even gelijk kijken in de brievenbus. Ah, of er nog wat is. En dan gaan we dan. Yes. Tot later. Oh, wij gaan weer lekker naar buiten. We hebben even lekker geklet. Dus. Een beetje warm was het binnen. Maar goed, we blijven buiten, dan hebben we wat frisse lucht. Maar ondanks dat is het wel heerlijk. Nou, ja, Alinda. Ja, zalig. Ik ben blij dat het zomer is. Dus ja, goed. Wij gaan naar de auto toe. En dan gaan wij die kant op. En zo zitten we weer in de auto. Nou, wij gaan richting huis toe. En dan zien jullie ons dadelijk.
Yes. In ieder geval, bye bye, zwaai zwaai. Tot zo thuis. In een flit zijn we thuis. Zo. En we zijn bijna thuis. Kijk. We zijn even bij de action even gaan kijken. Of ze het hier eventueel hebben. Dus ja, goed. Ik dacht dat die gesloten was. Maar niet. Nou, we gaan even zoeken. Zo, we hebben alles. Op naar de kassa. Ja. En zo lopen de winkel lekker naar buiten. Boom, ik krijg gelijk een klap in het gezicht van de warmte. Binnen was lekker de airco aan, maar ja goed. Doen we niks aan. Huh? Oh, en dan zitten we in de auto. Nou gaan we echt naar huis toe. En dan gaan we dat doen. In de flit zijn we echt thuis. Moet je opletten, hè. Tadaa! En kijk, heeft hij gekocht. Grom oortjes, een mooie rugtas. Nee, dat zijn oortjes voor de grombo. Ja, oké. Okay. Boterham met trommel. Dat is echt voor het... Volgens mij van het laatste voetbaldingen. Een mooie agenda. Ja, vaatzout had Linde gehaald. Hier had hij papier. Papieren blaadjes, hier ook. Blanco blaadjes. Dus ja, goed, dat heeft ze dan, dat hebben we voor Daan gekocht. Dus daar is hij weer klaar voor om mee naar school te gaan. Dus ja, we gaan dat opruimen. Ik ga mijn schoenen uitdoen en dan gaan we langzaam eten maken. Zo, we zijn even lekker bijgetrokken. We hebben dat allemaal gedaan. En ik ga eten maken. En wat gaan we eten? Tadaa! We gaan het lekker opwarmen. Ik had het gisteravond al uitgelegd in de ijskast. En kijk eens, ze eten lekker spaghetti. En Linda ook spaghetti bolognese. Ja goed, dat gaan we eten. En dan neem ik jullie daar gezellig mee. Yes, kijk hoe lang moet dat. 5 minuutjes en dan wat kaartjes erin prikken. Is altijd wel het beste. Zo, pang, pang, pang. 5 minuutjes. Dan is dat ook al klaar. Ja, goed. Zodra dat dan in de... Ja, dat kan nou eigenlijk wel aan. Dat gaat erin. Dat ook. En vandaag lekker makkelijk. Nog ook niet zo... En dan komt alles wel weer dik in orde. Zo, dat zit er lekker in. Hadden we nog over. Ja goed. En dan doen we het zo combineren. Ach, dat is een lekkere pan spaghetti. Dan zijn we ook lekker vlug klaar vandaag. Heerlijk. Zo, dat lekker. Warm worden. Dan gaan we daar lekker eten. Tafel, oh ja, had ik al gezegd dat de tafel al had gedaan. Die kat moet nog heel even verwachten. Dat heb ik net uitgelegd. En dan hebben we het heerlijk makkelijk vandaag. Dus, ik ga even verder met kokerellen. Ja, eigenlijk warm maken. Komt goed. Het eten is klaar. Feeling hot. Nou, dan gaan we dit lekker buiten zetten. Heerlijk. Kijk eens. Ik heb al lekker tafel gedekt. Nou, dan ga ik even van Linda pakken. Moet je daarheen doen. Linda, eten. Die gaat gewoon daar. Ja, doe maar. Hè. Kom je ook lekker eten? Nou, kijk eens. Lekkere tafelgedekt. Lekker smikkel en smullen van de heerlijke opgewarmde spaghetti. Want wie bewaart, die heeft dat. Oh. Doe erin. Ja. Ja,
Ja, het zwemmen was iets meer water uit dan normaal. Maar goed. Ik ga lekker eten. Zo, wij zijn klaar met eten. Dus ik ga de boel hier opruimen en dat soort dingen allemaal. En het zwembad is een klein beetje bijgevuld. Want dat ding hier, dat zat voor de helft maar onder water. Dus ja goed, hebben we even het water bijgevuld. Moet kunnen, hè. Dus dat laten we even voor het is, want de filter doet ook alweer goed. En ik ga hier even aan de slag en dan komt alles ding in orde. En de kat heb ik net ook verzorgd. Yep, alright. Cheese. Hey, ik heb de boel allemaal mooi netjes opgeruimd. Alles hebben we klaargezet vanmorgen. En dat is wel hartstikke mooi. Ik heb de tafel heb ik helemaal klaargezet. Ja, ja. En hun zitten lekker in het water. Hallo! Nee. Ik kan niet op het water rennen. Ja, dat zien we wel. Nou, die zitten lekker in het water. Ik ga me dan lekker douchen en met de vlog aan de slag ga ik editen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, goed. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Wij in ieder geval wel van de hele dag. Dus laat in ieder geval even een hele leuke reactie achter deze vlog. Achter deze vakantievlog. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen. En ik loop nu weer vlog, de vakantievlog. In ieder geval, bye bye, zwaai zwaai, tot morgen. Doei! Liken, abonneer, alles doen. Kom je vanzelf wel erachter. Dan komt vanzelf wel alles goed, wou ik zeggen. Bye bye, zwaai zwaai, tot morgen. Doei!